topprestatie hebt je geleverd. Nel, chapeau. Na 2 jaar mochten de ruim 100 leden van de Katholieke Bond van Ouderen in Den Helder weer bij elkaar komen. Een speciale bijeenkomst waar het aftreden van 2 trouwbestuursleden, Nel Donkers en Marijke Verbeek, centraal stond. Ja, een beetje onwerkelijk. Het is een beetje afscheid nemen, maar ook weer vooruitkijken dat ik wat meer tijd nodig heb en krijg voor wat andere dingen. Misschien wel een beetje opgelucht, maar als ik alles hoor wat Nel er straks heeft opgenoemd, wat ik in die 19 jaar gedaan heb, denk ik, wow, dat is niet verkeerd geweest. En wat is het mooiste wat u in die 20 jaar heeft meegemaakt bij de KBO? Het eerste wat bij me bovenkomt is het 50-jarig jubileum. Toen we 50 jaar bestonden in 2008, als ik het goed heb, hebben we een grandioos feest gegeven in de Theater de Campagne, op het oude Julianaplein nog. En dat was zo verschrikkelijk gezellig. Nou, dat was mijn lintje vorig jaar. Toen ik had er helemaal niet op gerekend. Nee. Inderdaad, ik heb met het inleveren van de vlaggetjes gezegd, nou, dit wordt een lintje. En het feit dat iemand, of dat de KBO, 1 dag in die 19 jaar de kans heeft gezien dat ik de regie over eigen leven verloor op dat moment, ja, dat vind ik echt zo dapper. Iedereen wist het, behalve ik. De nieuwe voorzitter van de KBO, hoe is dat? Spannend, maar wel geweldig. Ja. Ja. Hoe heeft u teruggekeken naar Nel en Marijke die nu dus afscheid nemen? Nou ja, zoals ik al in mijn woord gezegd heb, zij hebben de lat behoorlijk hoog gelegd. Want zij zijn gewoon het bloed en de aderen van het KBO. Zij zijn ontzettend nauw betrokken, weten natuurlijk heel veel. Voor mij is het een nieuwe wereld, alhoewel ik wel al een aantal jaar lid ben. Maar op bestuursniveau is het voor mij een nieuwe wereld. Ja, ik heb me ontzettend geamuseerd in deze 19 jaar. Ik geloof er niets van dat er maandag een zwart gat komt. Want ik weet niet of Nel dat al verteld heeft, maar Nel heeft voor de zekerheid nog even de nieuwe commissie opgericht. En daar zitten we gewoon lekker samen in. Zeker blijf ik bij de KBO. De KBO zit in mijn bloed. En ik blijf nu de reisjes organiseren en dat is mijn passie. Ja. En daar ga ik voor. De wereld is mooi, de KBO is mooi. Dankjewel.